De mythe van het ethisch onderwerp. Er zijn nog steeds te veel mensen die denken dat er zoiets bestaat als een ethisch onderwerp. Maar er zijn zelfs leraren die vragen een ethisch onderwerp uit te werken. Zou u kunnen uitleggen waarom een ethisch onderwerp er niet zou bestaan? Natuurlijk kan ik dat, Sandra. Top. Als jullie aan een ethisch onderwerp denken, dan denken jullie al snel aan onderwerpen als abortus of euthanasie. Je kunt ethische vragen stellen aan deze onderwerpen, maar natuurlijk ook andere vragen. Ik zal het jullie uitleggen. Nee, beter, ik zal het jullie laten zien. Dus we gaan de klas uit? Ja, we gaan op onderzoek uit. Dat lijkt me leuk. Waar zijn we? We zijn in het ziekenhuis. Want aan een onderwerp als abortus en euthanasie kunnen en moeten ook medische vragen gesteld worden. Hoe moet de ingreep, bijvoorbeeld, het meest veilig plaatsvinden? Dan hebben we het dus niet over ethische vragen, maar meer de medisch-technische kant van deze onderwerpen? Precies, de vragen die je aan het onderwerp stelt, bepaalt wat voor onderwerp het voor jou is. Vanuit welke optiek jij het onderwerp benadert. We zitten in de gevangenis, waarom? Aan onderwerpen als abortus en euthanasie kun je naast ethische of medische vragen ook juridische vragen stellen. Probeer maar eens, Sandra. Mag abortus of euthanasie wettelijk? Aan welke eisen dient een legale abortus of euthanasie te voldoen? Precies, stel je geen juridische vragen aan jouw handelen, dan zou je zelfs hier in de gevangenis kunnen belanden. Aan een onderwerp kun je dus verschillende soorten vragen stellen. Je vraag aan het onderwerp maakt duidelijk welke optiek je inneemt. Je kunt aan abortus en euthanasie naast medische, juridische, ethische, ook historische of economische vragen stellen. Probeer maar eens voor jezelf historische en economische vragen te formuleren bij het onderwerp abortus en euthanasie. Maar u heeft nog niets gezegd over de ethische vraag. Klopt. Bij een ethische vraag probeer je waarden die met elkaar botsen in kaart te brengen en tegenover elkaar te zetten. Door onderwerpen als abortus en euthanasie vanuit verschillende optieken te bestuderen, kom je al enkele waarden op het spoor. Bij de medische optiek hebben we het bijvoorbeeld over veiligheid gehad, en bij de juridische optiek over de waarde legaliteit. Dus, vanuit de medische en juridische optiek kunnen we waarden op het spoor komen, die mogelijk met elkaar botsen? Ja. We hebben geleerd dat er niet zoiets is als een ethisch onderwerp. We hebben gezien dat we de vragen vanuit een andere optiek nodig hebben om de botsende waarden op het spoor te komen. Als je op zoek bent naar de verschillende waarden bij een willekeurig onderwerp, dan neem je wel een ethische uiteindelijkheidsoptiek in, maar daarover later meer.